In het jaar 10.000 voor Christus wonen er 4 miljoen inwoners op de aarde. Nu in het jaar 2014 ruim 7 miljard mensen. Dat is een groei van 180.000%. In het jaar 2050 zal er nog eens een keer 2 miljard bijkomen. En de verwachting daarvan, die totale 9 miljard bewoners, is dat 3/4 daarvan in stedelijke gebieden gaat wonen. Die verstedelijking brengt 3 uitdagingen met zich mee. A. Klimaatverandering. B. Hoe gaan we die mensen allemaal een plekje geven? En C. Hoe gaan we dat financieren? Bij Kennis voor Klimaat laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien dat klimaatadaptatie de verbindende factor is. Recent hebben wij onderzoek gedaan en is gebleken dat het in stedelijke gebieden zo 8 tot 10 graden warmer is in vergelijking met het buitengebied. Wij gebruiken dan termen als urban heat islands. Een heleboel mensen, met name ook wat oudere, ziekere mensen, astmatische mensen, hebben al snel last en gevolgen van die urban heat stress. Daarom moeten we nu denken aan klimaatadaptatie. Zo is onderzoeker Hasse Goossen van Alterra Wageningen Universiteit bezig om die klimaatadaptatie, die wetenschap die daaraan gekoppeld is, toegankelijker te maken voor een breder publiek. Er wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering. Dat levert heel veel modeluitkomsten en kaarten op. Ja. En voor een gemiddelde gemeente is dat ontoegankelijk, lastig om al die informatie tot je te nemen. Ja. Nou, hier zit in principe alles in en het is handig gevisualiseerd. Je kan hierop drukken en dan kan je een gebied selecteren. Dat kan je een naam geven, je kan lijnen trekken, punten, vlakken maken. Ja. Het is ergens een ontwerpinstrument, maar het is vooral, vind ik, de visualisatie van die complexe kennis. Hasse laat ons zien hoe hij klimaatadaptatie toegankelijk maakt. Hij maakt het tastbaar en door in te zoomen op mijn leefomgeving maakt hij het persoonlijker. En die interactie maakt het voor mij relevant. Op de Hof, een grote herstructureringsopgave in Delft. Germaine is daarbij betrokken en door middel van visualiseren heeft ze de verschillende partijen bij het totale proces goed kunnen betrekken. Dat klinkt heel groot, het is ook groot, hè? Het is ingewikkeld. Maar de kunst is om alles wat ingewikkeld is niet simpel te maken, maar simpel voor te spiegelen. Dus je maakt slimme oplossingen toegankelijk voor mensen die daar niet noodzakelijkerwijs allemaal verstand van hoeven te hebben, maar die zien dat het op zijn plek valt en dat het jouw ambitie versterkt, jouw plan versterkt. Redeneer vanuit die klimaatopgave. Ja. Redeneer vanuit het kapitaal wat je daar kunt genereren, wat je al hebt. Ja. In plaats van te redeneren van dat gaat allemaal extra geld kosten en het een optelsom te laten zijn van allemaal kleine maatregelen. Door de combinatie met verschillende partijen kom je tot verrassende inzichten waarbij die beelden die iedere partij afzonderlijk heeft beter op elkaar kunnen aansluiten. Waarbij je dus eigenlijk een win-win situatie krijgt door kleinere initiatieven samen te brengen tot een duidelijk groter beeld. En zo heeft iedereen eigenlijk een duit in het zakje gedaan, letterlijk en figuurlijk. Maar vooral ook letterlijk, want dan wordt de financiering van het geheel natuurlijk een stuk gemakkelijker. Juist door die visualisatie werd inzichtelijk dat eigenlijk alle partijen dezelfde ambitie, dezelfde visie hadden, maar ze wisten dat niet van elkaar. En de klimaatadaptatie bleek ook nog eens een keer verschillende nieuwe financiële mogelijkheden te bieden. Even langs meer, een wijk in Culemborg. Daar neemt iedereen deel aan de klimaatadaptatie. Waar komt nou die motivatie vandaan? We werken hier eigenlijk aan 7 thema's. En het thema wat ik vind vanuit klimaatadaptatie interessant is, denk ik, is mobiliteit. Dat lijkt me ook het lastigste thema. Nou ja, het is een pittig thema, omdat de auto verschrikkelijk belangrijk is in het algemeen, hè, voor mensen. Ja. Dus op het moment dat je zegt van, goh, hoe kun je anders met die auto omgaan, dan moeten voordelen wel opwegen tegen de auto voor de deur, om het zo maar te zeggen. Hoe hebben jullie dat gedaan hier? Wij hebben hier gezamenlijke parkeerplaatsen aan de randen van de wijk. De parkeerplaatsen die overdag worden gebruikt voor het personeel van de school, wordt 's avonds gebruikt door bewoners van de wijk. Het levert de mensen ook heel veel op, want die ruimte die ze nu opgeven, bij wijze van spreken, voor de auto voor de deur, die hebben ze ergens anders wel. Maar voor de deur hebben ze nu een leuke gezamenlijke tuin bijvoorbeeld, waar ze in plaats van op blik op
op een mooie boom zitten te kijken. Ja. Wat Gerwin heel mooi zei, je moet een voorstelling prikkelen. Laat mensen zien wat er mogelijk is en wat ze ervoor terugkrijgen. Laat zien, wat is het effect als ik een stuk blik voor mijn deur heb of als er een mooie boom voor mijn deur staat. Michiel laat zien dat in de wijk Poptehof klimaatadaptatie gebruikt is als city marketing. Branding van de wijk. Hij is het hele traject verantwoordelijk geweest voor het imagoverbetering. En dat de buurt aantrekkelijker is geworden, daar is hij het levende bewijs van. Want hij is er zelf gaan wonen. Het is heerlijk hier. Hier op deze plek ontmoet je je buren en we hebben het park waar veel activiteiten zijn. Van binnenuit wonen mensen hier heel prettig. Het zijn mensen die wonen hier al 50 jaar. En dat intern imago is naar buiten gebracht en nou ja, met ingreep in de wijk, zoals nou ja, deze hele waterberging gecombineerd met een speelplaats, ja. Kreeg je naar buiten toe ook een verbetering van het imago. Nou, mede dus de reden waarom ik er ben komen wonen. 2050. 9 miljard inwoners op deze aarde, waarvan 3/4 in stedelijke gebieden zal wonen. 3 uitdagingen. Klimaat, bestendigheid. Mensen, hoe geven ze allemaal een plekje en hoe gaan wij dat financieren? Bij Kennis voor Klimaat hebben we met de visualisatie van klimaatadaptatie de verbindende factor. Zo kunnen we in 2050 met z'n allen wonen in een aantrekkelijke, klimaatbestendige leefomgeving.